Ik ben Jaren van Wijngaarden, ik ben 15 jaar oud en ik turn. Ik maak nu 30 uur in de week. Het is wel zwaar omdat ik woon in Horen en ik train in Hoofddorp. Dus dat betekent dat ik elke ochtend om 6 uur mijn bed uit ga. Dan reis ik naar Hoofddorp. Dan heb ik altijd een ochtendtraining. En dan ga ik daartussen naar school. Maar het is wel heel fijn dat ik met mijn loodstatus niet alle lessen hoef te volgen. Dus dat ik ook gewoon lessen waar ik geen examen in ga doen nu al kan laten vallen. Mijn ouders zijn er heel goed in. Zonder hun zou ik eigenlijk niet kunnen turnen, omdat ze brengen me naar Hoofddorp en ze halen me op. Dus dat is wel heel fijn. En als ik in een dipje zit, dan praat zij mij er altijd uit. Ja, dat komt wel eens voor, ja. Omdat het best wel veel gewoon en ik heb eigenlijk niet echt veel tijd naast het turnen. Dus ik wijd wel echt mijn hele leven aan het turnen, dus dat is ook wel heel zwaar. Mijn favoriete onderdeel is rek. Ja, ik ken Epke Zonderland, maar niet heel goed. Ik heb een half jaar lang nog met hem getraind, 1 dag in de week. Toen waren we met de club naar Heerenveen om daar een dag te trainen. Dan sta je wel met hem in een zaal, maar we hebben niet heel veel gepraat. Nou, het mooie aan het turnen is dat vooral elke keer als je weer geland bent, elke keer na een oefening en als je het weer hebt gehaald, dat je dan weer een kick krijgt. Dat is heel goed om te voelen als je weer een nieuw element hebt gehaald. Nou, ik vind het de elementen op zich niet meer eng, maar ik ben een persoon die, als mijn trainer zegt doe dit of doe dat, dan doe ik het gelijk. Ja, ik ben wel een coole kikker inderdaad.